Dames et messieurs, bonjour, bonjour, bonjour. Nous sommes ici en direct de la grande salle de Vlaam Sky au numéro 81 où Bart De Wever doit en principe être ici dans quelques instants pour essayer de nous parler, pour essayer de convaincre la salle qui est déjà ici acquise à sa cause. Ce n'est plus Seras plus Inessay, mais du moins pour parler à la population qui est venue nombreuse l'attendre ici dans cette salle. Parce que Bart De Wever vient de... bien sûr, de gagner des élections à Anvers. Nous sommes ici les très grands jours pour les changements dans la ville d'Anvers. Car nous avons tant entendu, nous, Congolais, nous avons contribué à ce que Bart De Wever puisse être élu ici dans la ville d'Anvers. Et c'est pourquoi la télévision, c'est Congo in Vlaandre, télévision, vous a envoyé ici pour suivre en direct l'événement qui va se passer dans très très bientôt. Et nous allons voir Bart De Wever, bien sûr, arriver dans ce podium pour que nous puissions en direct lui parler. Je vous remercie et à très bientôt. On se revoit avec Bart De Wever. Merci. Veel goed nieuws uit Brussel. Deze regering heeft wel een meerderheid. Er worden geen belastingen gegeven door de Rupo. De Vlamingen zijn tevreden. Tegen 2014 is alles in orde. De zesde staatshervorming is een zegen. Die wordt bijna door iedereen gesteund. Ze hebben de verkiezingen niet verloren. Wij zijn lokaal niet verankerd. En feitelijk hebben wij ze verloren. En zo ging het maar door. In de fantasiewereld van de traditionele partij, maar Vlaanderen heeft anders dan de verwachtingen. Wij zijn, als je de provincies optelt, de grootste partij. Wij zijn zelfs, als je de gemeenten optelt, liggen we al langs de CD&V. Dat was het resultaat dat we in 2024 moesten bereiken. Dat ligt vanavond al voor, beste vrienden. In 49 gemeenten... 49 gemeenten van Vlaanderen zijn wij de grootste partij. En dat zijn geen kleine gemeenten. Er zijn er ook redelijk grote bij. Zoals deze gemeente, de grootste. Maar ook desal absoluut de meerderheid van Chris van Dijk. En over heel Vlaanderen hele mooie resultaten. Tegelijkertijd duiken de eerste berichten al op. Dat zelfs waar wij de grootste zijn, de anti-NVA coalities worden gevormd. In Oost-Vlaanderen zijn wij voor de provincie los de grootste. En blijkt vanavond al dat de drie traditionele toch weer verder gaan met elkaar. Ze begrijpen het niet, beste vrienden. We gaan dat niet op ons hart laten komen. We gaan dat niet aan ons hart laten komen, want we gaan vanavond iets drinken en de rekening die is voor hen in 2014. Ça sera même ici, des gros de force. Tout Congolais doit voter pour la NVA. La NVA. Tout Congolais. La NVA, c'est le changement en Belgique. Et non les Flamands. Nous les Africains, on votera tous pour la NVA. Merci. Congo in Vlaanderen en komen we eigenlijk achter u, want we hebben lang geleden achter u gezeten, achter de NVA, overal in Vlaanderen. Heb je een boodschap, duidelijk boodschap voor de Congolese gemeenschap in Antwerpen? Wel, we zijn blij dat we hebben kunnen winnen in Antwerpen en we willen nu de partner zijn van iedereen die tot Antwerpen wil bijdragen en zeker ook de Congolese gemeenschap. Voor ons iedereen die hier in Antwerpen leeft, woont, werkt, spaart, zijn best doet, probeert te leren of te zorgen, dat is onze vriend. En we willen in het zelfbestuur de partner zijn van al die mensen. En ik kijk er eigenlijk naar uit om die contacten nu intenser te maken als burgemeester van deze stad. We zijn dankbaar dat NVA op de markt, aan de markt komt. En dan denk ik dat in de toekomst de Congolese gemeenschap en de Vlaamse gemeenschap, daarom onze vereniging Congo in Vlaanderen, dat telt veel voor de Congolese en voor de Vlamingen. We hopen dat we samen kunnen werken voor onze twee gemeenschappen te kunnen verder samenwerken. Wel, bij ons zal de deur openstaan, de deur van de burgemeester staat open voor jullie. Als jullie als vereniging voorstellen hebben, vragen hebben, samen willen werken, je bent welkom. Op Schoon Verdiep om dat samen te bespreken. Ik kijk er al naar uit. Heel erg bedankt en ik kijk er naar uit om de contacten verder te leggen in de toekomst. Dank u wel. Dank u wel. Hallo Willem. Ik moest nog even naar daar. Bedankt.